Welkom kanaal Creatief met Rebecca. Ik ga vandaag de uitdaging met mezelf aan om met deze etui die ik heb gekocht bij de Action een eenvoudige tekening te maken. Dit staat eigenlijk op de kinderafdeling en het is een etui die eigenlijk helemaal gevuld is met, nou, er zitten een aantal stiften in. En even kijken, hier een aantal kleurpotloodjes zitten hierin en er zit hier een pen, lineaal en gummetje en zit ze heuse puntenslijper zit erin. En het leek me leuk om mezelf uit te dagen om gewoon een eenvoudige tekening te maken. Ik denk, nou, misschien ga ik Elsa wel een beetje tekenen. Maar goed, dat zie ik nu voor om een beetje in de stemming van de etui te blijven. Maar ach, fijn, we gaan zien of we hier iets leuks mee kunnen maken. Ik heb hier een schetsboek. Deze die heb ik ook al, nou, die heb ik al een tijdje. Die heb ik ook eerst gekocht bij de Action. Is aan de voorkant is het een schetsboek en later gaat hij over in een journal. Het is eigenlijk een beetje een combinatie, dus het leek me wel heel leuk om hiermee aan de slag te gaan. En dan even kijken, dan gebruik ik deze kant om even de kleurtjes en al te testen. Om ook even überhaupt te kijken hoe of wat. Dit zijn de kleurpotloodjes. Dit is de roze. Kijk, ga ik eerst hier alle materialen op uittekenen. Dan heb ik ongeveer een beetje een idee hoe het eruit gaat zien. Zwart. Oké. Even zien. Zwart. Geel. Groen. Bruin. Ga even die andere eruit halen. Ik haal gewoon even alle kleurtjes uit de etui. Dat is voor nu wat makkelijker. Oranje. Het zijn vrij harde potloden. Dat merk ik wel als ik ermee teken. Dus het is niet echt heel zacht. Maar goed, voor nu, voor dit is het waarschijnlijk wel prima. Paars. Dit zijn de potloden. Dan heb ik hier nog de stiften. Die haal ik er ook gewoon allemaal uit de etui. Dan hebben we het gelijk gewoon alle spullen gelijk bij elkaar. Zwart. Oh, dat zijn ook hele harde. Het zijn ook hele harde stiften, dat merk ik ook wel. Ik denk ook niet dat ze helemaal gevuld zijn. Ik denk inderdaad, nou, als je een paar keer over papier gaat, dan peelt het papier al. Zo hard zijn deze stiften. Dus je kunt eigenlijk maar één laag gebruiken van de stift. Maar als je een tweede laag doet, dan peelt het papier op. Dus voor heel dun papier zal dit niet geschikt zijn. Nou, deze is, die doet het al amper niet meer. Oké, okay, dit is een soort roze. Ja. En dan bruin. Rood. Geel. En grijs. Dit zijn eigenlijk de kleurtjes die ga ik gebruiken. En de rest ga ik eigenlijk niet gebruiken. Dit is de pen. Ik zal kijken of die een beetje. Oh, de pen schrijft op zich wel lekker, moet ik zeggen. Daar is niks mis mee. Dit is een puntenslijper. Die moet je draaien, denk ik. Of dan ga ik nu net de verkeerde kant uit. Oh, hier zo. Ja, ziet. Dus dit zit zo'n draaischijfje. En dan kun je de punten slijpen. Er zit wel wat stroef. Nou, oké. Okay. Dus dit is de puntenslijper. Het is wel makkelijk met zo'n opvangbakje. Dan heb je overal de punten zitten. Nou, ach, fijn. Ik heb hier de afbeelding van Elsa voor me.
zal kijken of ik hier wat in mijn eigen stijl van kan maken. En dan zal ik ondertussen muziekje opzetten. En dan ga ik beginnen. En dan is dit eigenlijk onze Elsa geworden. Een beetje in mijn eigen stijl heb ik het getekend. Omdat ik natuurlijk beperkte kleuren had. Dus ik heb dit en maar een beetje een soort cartoonachtige tekening heb ik er van gemaakt. En ik denk niet dat jullie het heel goed... De achterkant drukt wel wat door. Maar ik denk, dan moet ik hem de camera iets inzoomen. Want dan... Nou, jullie zien wel dat het gezicht heb ik wel licht roze getekend met dit potlood. Maar het is eigenlijk heel hard. Dus je moet heel hard drukken, wil je er wat kleur uit krijgen. Maar dus dit is eigenlijk heel licht roze geworden. Daarom heb ik op een gegeven moment ook besloten om inderdaad met roze stift een klein beetje een omlijning te maken. Anders zagen jullie Elsa helemaal niet. Dus het was heel lastig om inderdaad ogen en dat soort dingen... te maken. Dus de potloden zie je eigenlijk niet zo heel goed op het papier. En de stift, dat zie je natuurlijk wel goed, maar je kunt niet heel veel laagjes maken, omdat zoals je hier ziet, als je er een paar keer overheen gaat, dan gaat het papier inderdaad wat pielen. Dus dan blijven niet heel veel van je schetsboek over. Maar goed, ik denk, hè, dit is natuurlijk gemaakt voor kinderen. En ik denk dat kinderen er wel heel veel plezier van hebben van zo'n setje, daar kunnen ze zich denk ik wel een paar uren mee vermaken. Alleen met de stiften, ja, ik denk niet dat je er heel hard op kan drukken, want dan druk je de punt in de stift zelf. En met de potloden kun je natuurlijk gewoon wel gewoon lekker kleuren, ook al zijn ze heel, heel hard. Dus als ik heel eerlijk ben, valt me nog niks tegen. Het is natuurlijk niet echt de tekenkwaliteit van Winsor & Newton en zo, maar voor kinderen... is het helemaal prima en kunnen ze zich er gewoon heel goed mee vermaken. En ik hoop dat je deze video natuurlijk leuk vond. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.